Ik ben Rivka Worms, ik ben 26 jaar en ik heb de opleiding docent muziek gedaan aan het Conservatorium van Amsterdam. En daar ben ik nu 3 jaar afgestudeerd bijna, in 2013. En eigenlijk na de opleiding ben ik vrijwel meteen gewoon begonnen met werken voor de Muziekschool Amsterdam. Als binnenschools muziekdocent. En daar werk ik eigenlijk nog steeds als muziekdocent op 5 verschillende basisscholen in Amsterdam. Speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Ja, ik heb ook nog wel wat andere dingen gedaan na de opleiding. Ik heb 1,5 jaar op het Vossius Gymnasium gewerkt in de bovenbouw. Ik ben in Jordanië enkele keren geweest, ook nog tijdens de opleiding op het conservatorium, om daar les te geven aan Palestijnse vluchtelingen. Na mijn opleiding heb ik 1,5 jaar voor de muziekschool Amstelveen gewerkt en daar heb ik 1 lange leerlijn opgezet van groep 1 tot en met 8 voor het speciaal onderwijs. En ik heb ook wel 1 paar keer voor het vakblad De Piramide geschreven. Ik heb 1 jazzband en daarmee treden we ongeveer 1 keer per maand op. En dat vind ik ook net een leuke afwisseling eigenlijk tussen het lesgeven en optreden. En daarnaast ben ik ook begonnen met mijn eigen praktijk eigenlijk aan huis, waar ik gitaarles, pianoles en zangles geef. Ik zing in een band en natuurlijk daar moet je wel echt op zoek gaan naar plekken waar je kan optreden. De muziekschool, dat kwam eigenlijk op mijn pad al tijdens mijn opleiding op het conservatorium. Ik werkte toen ook al voor de muziekschool. Ik denk de laatste 2 jaren van mijn opleiding. Dus nou ja, dat heb ik eigenlijk via het conservatorium gevonden. En ja, nou ja, die eigen praktijk, die heb ik eigenlijk ook wel gekregen doordat ik op de basisscholen waar ik les geef ook wel vaak de vraag kreeg van ouders van goh, mijn kinderen vinden het zo leuk om les van je te krijgen. Geef je ook gitaarles of pianoles of zo? En op een gegeven moment merkte ik, nou, er is eigenlijk best wel veel vraag naar privéles ook. En ik heb thuis een piano en gitaarles kan ik overal geven, dus ja, waarom niet eigenlijk? En ik denk, omdat ik best wel de steady basis heb van de muziekschool, gewoon als vast werk, dat ik dan ook niet zo heel erg op zoek ben naar ander werk, maar dat dus wel je pad opkomt eigenlijk. Goed hoor, ga maar door. Ik ben zelfstandige als zangeres en als docent voor mijn praktijk aan huis. En ik ben in dienst voor de Muziekschool Amsterdam. Mijn werk loopt altijd door. Ook in het weekend. Het is nooit dat je echt een vrije dag hebt. Je hebt altijd wel weer, dan moet je weer facturen maken of mailcontact. Maar ook thuis, studie en voorbereiden van je lessen. En ja, het is veel, maar het is absoluut te doen. Ja. Wat ik heel erg in het buitenland heb geleerd om ook non-verbaal les te geven. En omdat je natuurlijk dezelfde taal niet spreekt. En zeker merk ik altijd in het speciaal onderwijs dat heel, heel goed werkt eigenlijk. Omdat dat non-verbale bij die kinderen gaat er toch heel veel niet naar binnen. Dus dat je zoveel meer met je lichaam les moet geven en met je gezichtsexpressie eigenlijk dan echt dingen uit te leggen. Dus ik denk dat me wel heel erg heeft geholpen om zeker in het speciaal onderwijs les te geven. En misschien ook wel dat het is altijd onverwachts lesgeven in het buitenland. Je werkt nooit via echt een programma. Het wordt altijd anders. En dat geeft me misschien ook wel een relaxtere houding als ik hier lesgeef van, oh oké, jullie willen een ander liedje doen dan wat ik in gedachten had. Prima, doen we dat. Dus dit maakt je ook wel flexibeler, denk ik, in je lesgeven. Muziek is inderdaad niet het doel, maar het middel. En ik denk ook dat ook helpt bij gewoon mijn reguliere lessen. Dat het soms, je wil altijd heel graag van oké, we stellen doelen op. Hè? Dat leer je al op de opleiding van kinderen kunnen dit, kinderen kunnen dat. En methodes, maar ik probeer toch ook heel erg gewoon te kijken, zeker ook in speciaal onderwijs, van gewoon muziek maken en plezier maken. En of de competenties nou behaald worden, weet je, dat is toch moeilijk te toetsen. Maar het gaat mij ook heel vaak om het moment zelf. Nu komen er natuurlijk veel vluchtelingen deze kant op. En laatst toen was ik in Dronten mee naar een asielzoekerscentrum. En toen zong ik een Arabisch liedje. En die kinderen, een paar van die kinderen, die waren echt zo, wat doet zij nou? Oh, ze zingt iets van ons, weet je. En dat kwam zoveel nog meer aan bij hun dan als ik gewoon een of ander Nederlands liedje aan hun aanleer. Dus dat merk ik wel, dat is zo waardevol dat ik die ervaring al heb gehad daar. Soms zijn dat soort momenten nog wel waardevoller dan
gewoon naar een school in Amsterdam gaan en je lesjes draaien. Zo snel mogelijk ook beginnen echt met werken in het veld. En dus niet alleen hun stages doen, maar ook proberen om bij de muziekschool al iets te doen. Of misschien een koor op te richten. Gewoon dat je meteen al proeft van de verschillende dingen die je als muziekdocent kan doen. En ik denk dat ook heel belangrijk is dat je daarnaast toch ook wel muzikant blijft. Dus en het lesgeven, maar ook jezelf als muzikant blijft ontwikkelen. En als je dan ook nog gewoon zelf op een podium staat of gewoon een bandje hebt en niet optreedt, dat ook het plezier in muziek maken heel erg er blijft eigenlijk.